Supporters, DVS TV, liefhebbers. Naast mij staat Roland Terbergen en we staan aan het begin van de wedstrijd. De derde competitiewedstrijd, de tweede wedstrijd thuis tegen Stedoco. De Stedoco, een ploeg waar DVS 33 in de uitwedstrijd verleden jaar werkelijk werelds speelde. Roland? Ja, klopt. Klopt. Dat was een hele goede wedstrijd. Die hadden we eigenlijk met de rust al beslist. En hier thuis vond ik ook dat we een redelijke wedstrijd speelden. Controle hadden, 1-0 voorkwamen. Alleen volgens mij toen maakte hun in de allerlaatste minuut zo maakte hun gelijk. En dat is het gevaar met zulke ploegen altijd. Ja, maar Stedoco is Stedoco niet meer van het seizoen 2015-2016. Het is een compleet andere ploeg bijna. Ja, volgens mij zag ik 11 nieuwe namen. Ja. Ja. En de ploeg is natuurlijk geanalyseerd. Wat is dat voor ploeg? Nou, zij spelen voornamelijk op de omschakeling. Ze spelen heel compact achterin, zakken ver terug. En dan gokken ze dus op snel eruit komen. Gevaarlijk met spelervattingen. Het vertrouwen, de energie in de ploeg dat zij een goal gaan maken. Dus vanuit de nul en het gevoel hebben dat ze gaan scoren. En dat is ook een kracht. Wij moeten gewoon zelf in ieder geval proberen om een goal te maken. En niet op achterstand te komen. Ten opzichte van afgelopen woensdagavond in dat bekerduel tegen AZSV heb je denk ik één omzetting in verband met het feit dat Kai Velder er weer bij is. Maar Rico Wolf is er ook weer bij als extra, ja, ik zie hem toch altijd nog als soort verdediger. Ja, klopt. En Paul en Daan hebben wij gereld. En Kai speelt inderdaad voor Frank Heus. Kijk, Rico is inderdaad een verdediger, maar die ook wel als verdedigende middenvelder kan spelen. Zijn opbouw is gewoon heel goed. En dus het is prettig voor ons, kijk, als wij tegen twee spitsen spelen, en dat verwachten wij vandaag, dat we met twee spitsen voorop spelen, dan is het makkelijker voor ons dat we met drie mensen achterop gaan spelen. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar ook gedaan, iedere keer. Alleen toen lieten we zeg maar gewoon Rolt wat dieper op middenveld spelen. En nu laten we er eentje tussen zakken, waardoor we dus drie man achterop hebben en eigenlijk naar vijf middenvelders gaan. En dat moet ons dan de winst gaan opleveren. Pinacci is natuurlijk ook een opbouwer. Hebben we nu gewoon twee opbouwers? Ja, maar kijk, Harry is ook nog gewoon heel creatief. Hè? Dat zie je aan de goal tegen AZSV, waarin hij dus een heel klein steekballetje geeft tussen de linies door waaruit we een goal maken. En dat is ook van belang. Hè? Dus ga je tegen een hele compacte ploeg spelen, dan moet je ook creativiteit hebben. En dat kan Harry ook hartstikke goed. Hij staat eigenlijk dus gewoon iets dieper zeg maar het afgelopen seizoen. Ja, hij staat zeg maar eigenlijk met Joran Pot staat hij naast elkaar eigenlijk een beetje allebei in de as. En die moeten eigenlijk vanuit de as moet hij eigenlijk zorgen voor de creativiteit naar voren toe. En dat moet hij eigenlijk samen doen, een beetje met Kai Velda, die daarbij ook nog de spitsen moet ondersteunen. Ik heb zelf altijd als DVS supporter, maar ook als verslaggever, altijd zo van, de derde wedstrijd, die moeten we gewoon winnen. Want verliezen we deze, dan hebben we gewoon drie wedstrijden, hebben we drie punten. Dan zou je zwaar teleurgesteld zijn, denk ik, Roland. En ik ook. Ja, nou, ik weet niet of die derde wedstrijd daaraan. Kijk, we willen gewoon winnen thuis met zo'n publiek en met zoveel mensen. We moeten gewoon alles op alles zetten om alles te winnen. En natuurlijk, jongens waren ook teleurgesteld over het resultaat in Groningen. En het is prettig om er nu gewoon bij te blijven. En om erbij te blijven bij de bovenste, ja, moet je vandaag gewoon winnen. Daar wens je weer heel veel succes mee vanmiddag. Dank je wel. En de wedstrijd is begonnen. De derde wedstrijd, de tweede thuiswedstrijd van DVS 33. In dit geval tegen Stedoco. En Joran van Zanten is voor het eerst aan de bal. En gunt dat ook aan Paul Epping. Van Zanten. Kijk. Diepe bal op Maurice. Goed gelopen. En ook goed meegedaan door Heiko Epen. Bijna het hoofd van Shabazz. Een siddering ging door het publiek. Roald de Vries. DVS begint goed. Oh, dit is een mooie poging van Heidi Pinacci. Raakt die bal net iets te veel eronder. Zodat hij over de doellat ging. Godeken achter de bal. Ziet aan de andere kant iemand heel goed vrij staan daar. Goeie paas. Komt die bal de 16 meter binnen. Is daar achterin Toko voor de eerste keer. En was een gevaarlijk schot. Godeken. Druk van Stedoco nu. Wielinga. Toko. Met Heiko Epen voor zich.
Harry Pinasje helpt hem een handje. Zo gaat op Weber. Brengt die bal de 16 meter binnen. Gefloten voor een hensbal van Joran Pot. Gevaarlijke plek voor een vrije trap. Bal ongelukkig op zijn hand. Vrije trap, Stedoko. Godeke legt hij. Van Dam achter de bal. Samen met Schreuder. Bal Epping bouwt zijn muur. Spannend moment hier. 41ste minuut wedstrijd. Van Dam met zijn aanloop. Komt die vrije trap. Zo. Er stond al iemand te juichen, maar de bal verdwijnt naast de goal van Paul Epping. Bal op Maaierdres. Maaierdres met Basiel Camara voor zich. Oh, dat trapt Joran van Zanten over de bal. Daar achterin is Harry Pinasje nog. Paul Epping daar naar de bal toe. Gevaar nog niet weg. Tokul. Van Dam. Van Dam. Joran van Zanten kan wegkoppen via Roder de Vries. Gaat de bal. Heiko Epen. Gooit op Dini Shabas. Bal stuit het erdoor. Komt voor de voeten van Maurice de Ruiter. Gaat schieten. Schiet een metertje naast de goal van keeper Steinman. Harry Pinacci. Prachtig. Lopende aanval. Nog steeds loopt hij. Roa de Vries, wie weet. Hij zet de bal voor. Van mij mag hij ook gewoon schieten. Kopbal. Robald. Wordt verder doorgekopt. Roa de Vries nu. Nog steeds in balbezit. Hensbal. Net buiten de zet. Goed gezien door de scheidsrechter. Die tot nog toe echt werkelijk alles in de gaten heeft. Een perfecte wedstrijdfluit. Donorio. D apostrof Onorio. Kuifelda achter de bal. Wordt ongetwijfeld een insnijdende bal. Alles en iedereen daar klaar in het strafschopgebied. Komt die bal. Kuifelda. Hij probeert het in één keer. Wat hij bij PEC Zwolle veelvuldig liet zien. Nu. Roald de Vries laat daar toch de nummer 2 in balbezit komen. En volledig vrij. En bijna de 1-0 voor Stedoko. Schot was van Joran Schreuder. Volgende aanval van DVS. Maurice de Ruiter. Het wachten is op de 1-0. Wie weet. Sabas. Mooi paasje. Maar Maurice wilde hem terug hebben. Kuifelda. Schiet. Schiet! Oh, en via de voet van Godeken gaat de bal achter. Harry Pinasci. Maurice de Ruiter daar. Keurig, goed gewerkt daar weer van Maurice de Ruiter. Benjamin Roemion gaat schieten. En schiet daar, oeh, net naast de paal. Wat een mooie kans hier. Goed werk door Harry Pinasci, die verovert de bal en geeft hem aan Benjamin Remoyon. En schiet maar net naast de keeper van het doel van keeper Steinman. En het gevaar, Stedoko. Ze verdedigen echt zeer intelligent, zeer compact. Joran van Zandt. Maurice. Wederom. Maar nee, nu goed doorzetten Maurice. Nu Frank Heus. Nou, dan komt hij. Oh, Frankie. Dit is een 100% kans. Combinerend DVS, Roemion. Nog zo'n handig jongetje. En daar gaat hij, Roemion. Maar nu wil hij net even iets te veel. En dat moet ik Stedoko nageven. Dat doen ze heel goed. Verdedigen heel goed. Heel compact. Joran Pot, Roemion. Joran van Zanten, DVS komt er toch weer uit en blijft in balbezit. Je voelt gewoon dat langzaam maar zeker de wedstrijd in de beslissende fase komt. Maurice de Ruiter. Nu. Nee, geeft een tikje aan Kuifelda. Kuifelda! Kuifelda! Schitterende redding van Steinman.
Richie Steinman behoedt zijn ploeg hier voor de 1-0 achterstand. Robert de Vries. Joran van Zanten. Harry Pinarsi. Joran van Zanten. Joran van Zanten schuift in. Gaat op oorlogspad. Gaat schieten. Meter naast de goal van keeper Richie Steinman. Van DVS misschien. Wie weet. Roald de Vries. Hoge, verre bal in de richting van Roemayon. Maar daar staat die boomlange Martis. En de scheidsrechter maakt een eind aan deze wedstrijd. En Stedoco heeft vreselijk veel energie gestoken in het verdedigen vanmiddag. En dat hebben ze op een voortreffelijke manier gedaan. In de eerste helft deden ze Sunuenan mee. Werden Sunuenan ook gevaarlijk in de omschakeling. DVS 33 verdiende op grond van de tweede helft een overwinning. Maar deed zichzelf toch tekort door niet doorslaggevend genoeg te zijn. Naast mij de man of the match en volkomen terecht. Heiko, je hebt wel een puikwedstrijd afgeleverd. Ja, dankjewel. Het voelde zelf ook goed vandaag voor mezelf. Vooral de eerste helft kon ik vrij diep gaan, omdat wij met 5 man achterop speelden. En er is eigenlijk 3 man achterop en dan de backs hoog op. Dus kon ik zelf ook aardig naar voren. Tweede helft speelden we iets ander systeem. Maar ik had zelf ook wel het gevoel dat het lekker ging. Ja, alleen helaas geen 3 punten en dat is wel zuur. Het is toch wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Ze verdedigden zeer compact, hè? Ja, vooral de eerste helft. Toen stonden ze echt heel compact en heel gegroepeerd bij elkaar. En we hadden echt moeite om daar echt doorheen te voetballen. Ik vond ook dat we te weinig de aanval konden bereiken en dat we te weinig kansen daardoor creëerden. Tweede helft zag je wel dat het bij ons een stuk beter ging, dat de ruimtes groter werden. Dat zij het veel meer moeite hadden om het te belopen. En het is dan heel zonde dat die bal dan gewoon niet valt. Want we hebben de tweede helft denk ik wel kansen voor gehad om het af te maken. Ja, dat is inderdaad doodzonde. Ik heb enorm genoten van die sprintjes die je steeds moest trekken met die Tokul, hè, je persoonlijke tegenstander. Ja, dat is ook wel een aardig snel spelletje. En is ook van mij nog misschien wel kleiner dan ik zelfs. En dat is op zich wel, vind ik zelf altijd wel fijn om tegen te voetballen. Want dan snelheid tegen snelheid. En ik weet dat ik op zich qua snelheid zou ik het niet af moeten leggen. Dus op zich vind ik dat ook wel fijn voetballen. Ik had alleen wel aan het eind, toen schoot het in mijn hamstring. Dus alle sprints die waren dubbel zo zwaar. Dus dat was wel op zich lastig. Maar, Ik zag het gebeuren, zo'n 10 minuten voor tijd. Ik denk, daar gaat hij weer met zijn kuit. Maar dat was dus je hamstring even. Ja, het was inderdaad niet mijn kuit. Ik heb soms wel eens last van mijn kuit. Maar tegenwoordig drink ik ontzettend veel. Dus dat gaat steeds beter. Alleen nu schoot het in mijn hamstring. En als je zelf last hebt van je hamstring, dan zijn sprints gewoon heel lastig. Dan wil je wel, maar je kunt niet op 100% vol aantrekken. Dus toen heb ik ook gezorgd dat ik in ieder geval geen gekke dingen meer ging doen. En hopen dat we die goal nog maken, maar dat zat er helaas niet in. Door het vertrouwen wat je nu krijgt van trainer Roeland ten Berge, heb ik het idee dat je steeds beter en beter in je vel gaat zitten. Ja, dat 100%. Ik heb eigenlijk al vanaf de voorbereiding, leek het eigenlijk al goed te gaan. Ik heb een aantal redelijk goede wedstrijden gespeeld, vond ik zelf. En als je zelf goede wedstrijden speelt, dan komt dat vertrouwen zelf. Komt ook vanuit de trainer die veel vertrouwen naar mij uitspreekt. En dat is altijd positief. En nu probeer ik gewoon wedstrijd tot wedstrijd gewoon alles te geven en zorgen dat ik er gewoon niet meer uit ga. Dus ik hoop dat er nog heel veel punten te verdienen gaan worden, mede door jouw prachtige spel. Ja, dat hoop ik ook. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Oké, gefeliciteerd in ieder geval met dit. Niet met het resultaat, maar wel met je spel. Ja, dankjewel. De beide trainers van de twee ploegen van vanmiddag, Stedoco en DVS 33, Virgil Breedveld. Welkom Virgil en Roeland ten Berge. Virgil, je eerste gedachtes over deze pot voetbal? Ik denk dat we uiteindelijk tevreden moeten zijn met een punt. Wij hebben vorig jaar 2 zeer lastige wedstrijden gespeeld tegen DVS. En ik vond dat wij het in de organisatie zeer goed hadden staan. We hebben bijna geen kansen weggegeven. Ik vond ons heel erg onrustig bij balbezit. Te snel balverlies, te snel de verkeerde keuzes. We hadden niet de rust om daar de vrije man te vinden. Dus desondanks hebben we denk ik de eerste helft nog een paar aardige kansen weten te creëren. Alleen daar scoren we niet uit. We nemen nog een vrije trap. Als die binnen de palen valt, zit hij erin. Want die gaat net voorlangs.
Dus ondanks dat wij onze organisatie goed op peil hadden, kwamen we een paar keer goed uit. Tweede helft krijgen we direct na de rust een goede kans van Joran. Die wordt gestopt door de keeper. Die wordt dan corner getikt. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat we daarna eigenlijk nooit meer iets hebben kunnen creëren. En je merkt ook, en ik weet niet hoe het bij de tegenstander is, maar je ziet ook door het weer. Dan heb je op een gegeven moment toch last in de eindfase. En je zit in het begin van de competitie, dus... Dan zijn we meer aan het tegenhouden. Maar buiten wat schoten van afstand hebben we niet zo heel veel weggegeven vandaag. Dus daar zat voor mij de eerste pluspunt in ieder geval. Met name omdat we hier twee keer vorig jaar een lastige wedstrijd tegen DVS hebben gespeeld. Oké, Roland. Jouw idee over deze wedstrijd. Eerste helft viel niet mee. Nee, dat was even lastig om daar goed doorheen te komen. Je zag meestal dat wij achterop hadden wij meestal onze vrije mensen zitten. En de bedoeling was eigenlijk om gewoon snel de bal in de as te krijgen. Er ontstonden her en der wat koppeltjes op het veld. En toen hadden wij dus steeds eigenlijk onze vrije mensen bij de drie centralen. Ja, en die drie centralen die bleven op een gegeven moment pasen. En ja, je moet eigenlijk gewoon dan gaan indribbelen. Dat deden we later op het einde van de eerste helft deden we dat wat beter. Op het moment dat je indribbelt, moet er bij iemand anders bij de tegenstander moet er iemand uitstappen. En juist op dat moment kun je iemand vrijspelen. Dan moet je doorspelen. Dus al met al hebben we daar gewoon moeite mee gehad om dat goed te doen in de opbouw. Vlak voor rust krijgen we nog wel een aardige kans natuurlijk met Maurice. Die er niet in gaat. En dan besluiten we in de rust om het om te gooien. En dan eigenlijk weer te kiezen om vier achterop. De controlerende middenvelder echt op het middenveld te krijgen. En daardoor ging Rico eraf. Die overigens ook niet slecht speelde hoor, maar dat was dus een keuze om eigenlijk weer vier middenvelders vanuit hun positie aan de bal te krijgen. En dan achterop proberen om snel de middenvelders in te spelen. En ik vond dat we een goed overwicht hadden in de tweede helft. En wel snel moeten we weer diep spelen. Ik vind dat er voorop ook wel iets meer beweging had moeten zijn in sommige momenten. Dat we wel meer hadden moeten afwisselen met snelle diep spelen. Maar goed, ik heb het vaker gezegd, wij zijn nog steeds, nog niet helemaal top op elkaar ingespeeld. Dat moet nog steeds wat groeien en dat zie je dus ook in de afstemming in de laatste fase. Je hebt een aantal goede kansen gehad. Ik denk met Frank Heuze nog een hele goede kans die net nog een keer de bal weer afkapte. Misschien wel typisch voor het gemis aan doortastendheid voorin. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Kijk, Frank die moet direct schieten, dus dat is dan de keuze. Benjamin schiet wel direct, de bal gaat net langs de palen en keeper pakt nog een goede bal met een afstandsschot. Dus ik denk dat we wel momenten dat we het wel geprobeerd hebben, in ieder geval om vanuit de tweede lijn te schieten. Ballen erin pompen, dat is niet ons spel, dus we moeten dan vanuit de korte combinaties dat doorspelen. En daar hebben we die kleine kans uit gehad. En in sommige situaties moeten we iets geduldiger zijn, moeten we nog beter uitspelen en dan zijn we toch weer te gaast. En dat zag je ook op het laatste keer met Frank, dat hij dan de voorzet geeft, terwijl we er eigenlijk door waren. Ja, dan moet hij gewoon indribbelen en dan wachten tot er iemand uitstapt en dan moet je het gaan uitspelen. Uiteindelijk teleurgesteld in het eindresultaat? Ja, natuurlijk. Je wil thuis alles winnen. En hun hadden het gewoon goed staan vandaag, dus we konden moeilijk tot kansen komen. Afgelopen woensdag heb je eenzelfde soort ploeg, creëren we heel veel kansen. Maar ja, aan de andere kant wel compliment. We houden ook de nul, dus dat is ook wel knap. Zeker knap. En de nul houden, dat is toch wel een specialiteit van jullie. Ik vond dat jullie zeer compact en goed georganiseerd verdedigden. Daar kan je tevreden over zijn. Over de rest misschien iets minder. En denk ook wel over de einduitslag. Ja, dat geef ik net ook al aan. Hè. Kijk, wij hebben in de eerste jaren dat ik erin trainer was bij Stedelijk, hebben we heel aanvallend gespeeld met heel veel druk naar voren op de helft van de tegenstander. En vorig jaar zijn we daar een aantal keren zeer hard op afgestraft. Dan moet je gewoon keuzes maken. Hè. En nogmaals, we hebben vorig jaar tegen deze ploeg twee zeer lastige wedstrijden gespeeld. Dus wij hebben er eerst voor gekozen om zeer kort en agressief op eigen helft te dekken. En vanuit ook, ik weet ook dat zij graag willen voetballen, graag diep komen. En ja, dan liggen er voor ons mogelijkheden in omschakeling. Nou, dat spelen een aantal keren zeer slecht uit. En desondanks hebben we toch nog een aantal, drie, vier goede mogelijkheden eerst afgecreëerd waaruit we niet weten te scoren. Op basis daarvan hoop je misschien een goal te maken, gelijk na de rust nog een kans. Maar goed, over heel de wedstrijd denk ik dat er voor ons niet meer in zat. En dan vind ik in een uitwedstrijd moeten wij uiteindelijk wel tevreden zijn met een punt. Toch biedt de ploeg die je nu onder je hoede hebben wel perspectieven volgens mij in deze competitie.
Ja, maar dat klopt. Maar dat is wat Roland net ook aangeeft. Wij hebben 9 nieuwe spelers in het team. En dan ben je bezig met het zoeken naar. Hè, ik vind dat wij vanuit balbezit heel aardig kunnen voetballen. Dat zie je gedeeltes in wedstrijden. Dat zie je op de training. Maar je ziet het vandaag in de wedstrijd gewoon niet terug. Kijk, en daar moeten wij wel progressie in gaan maken. En dat gaan we ook doen. Maar nogmaals, je hebt gewoon langer de tijd nodig. Zodat iedereen weet wat hij wel en niet moet doen. En we moeten veel meer lef tonen bij balbezit. En dat doen we normaal wel. En vandaag waren we daar te angstig in. Volgende week spelen jullie tegen? ASWH uit. 2-0 gewonnen van Jong FC Groningen. Dat klopt. Ja, heb ik net gezien. Maar ja, wat, zeg maar niet zoveel. Ik denk, we moeten hier weer van leren. En nogmaals, ja, het is ook geen drama. We houden de nul. We pakken een punt. En, we hebben vorig jaar ook wel eens meegemaakt dat we zulke wedstrijden toch nog uit de hand geven. Dan gooien we alles op alles. En dan krijgen we corner tegen. En die vliegt erin. En dan sta je met lege handen. Jongens hebben keihard hun best gedaan om die nul vast te houden. Absoluut. Want we zijn natuurlijk wel wat anders gaan spelen in de rust. We willen eigenlijk met die backs heel diep gaan spelen. En die moesten nou ook veel meer controle pakken in het kantelen knijpen. Nou, dat hebben ze goed ingevuld. En ja, volgende week nieuwe wedstrijd en daar gaan we weer voor. Oké. Okay. Jullie volgende week tegen? Wij spelen tegen Jong Volendam thuis. Ah. Ja. Nou. Weet je, Roland misschien nog wel wat over te vertellen. Ik kan wel wat tips gebruiken. Is goed. Bedankt voor dit en heel veel succes in de competitie. Jij ook bedankt, Roland. Oké. Okay.